Davy, ja. Een moeilijke wedstrijd, maar een hele belangrijke. Voel je dat ook in de groep? Dat het, ja, dat het een andere Europese wedstrijd is dan de voorgaande? Drop of dronder? Anders. Ik ben dan de laatste twee wedstrijden Europees gezien dan ook wel al heel belangrijk geweest zijn. Want eigenlijk waren we al misschien wel zo goed als wat uitgeschakeld. Iedereen zei dat het allemaal moeilijk ging zijn. En nu opeens zit hier toch de laatste wedstrijd van de speelronde, zal ik maar zeggen. En oké, dan doe je toch volop mee en eigenlijk ook gewoon alles in eigen handen. En oké, het zal misschien nog wel belangrijker zijn dan de vorige, maar gewoon met dezelfde ingesteldheid aan die wedstrijd beginnen. En we realiseren ons heel goed dat er ergens toch een stukje geschiedenis kan schrijven. Als je de heenmatch gezien hebt, dan weet je dat we nu in een organisatie gespeeld hebben. We hebben zelf quasi geen enkele kans bijeen afgedwongen. En doordat we goed in organisatie stonden, hebben we het eerste uur niet veel weggegeven. Maar Kazan is een goede ploeg, zeer balvast. Altijd goed. Veel spelers rond de bal, zowel in balverlies als in balbezit. En het zou natuurlijk zonde zijn dat we morgen die kans laten liggen om niet verder te gaan. Maar we moeten eerst voorbij die ploeg die ons enkele weken geleden toch wel op momenten een voetballes gegeven heeft. Dus het is niet zo 1, 2, 3. Ik wil eerst nog eens zeggen of de wedstrijd daaruit wel. We zeggen nu goed meevoetbald. Meevoetbald, oké. Ik kan wel zeggen dat we er wat bij hebben. We hebben heel weinig kansen gekeerd, vind ik, in die wedstrijd. Maar ik vind wel dat we daarna toch weer wat meer Europese wedstrijden spelen. Daardoor krijg je toch weer wat meer ervaring. Krijg je ook wat meer vertrouwen erin. Doordat we ook in de weekend met wel zo gaan winnen zijn. In Maribor ook. Dat heeft gewoon een heel goed gevoel. En ik denk dat we ook al in de competitie gezien hebben dat we er gewoon veel uit leren. Dat we rustiger blijven, ook vooral in balbezit. Dat we misschien nog wat meer vertrouwen gekregen hebben. Ik weet dat niet. Maar het zijn allemaal veel leermomenten. En je ziet dan alles dat de groep gewoon veel sterker wordt. En dat gaan we proberen morgen ook te doen. Anderzijds moet ik nog zeggen, in het weekend dat er heel veel supporters mee waren, even terzijde, maar die hebben ons ook enorm gesteund tijdens die wedstrijd en die hebben ons ook heel veel deugd gedaan. En dan hopen we dat morgen ook weer die sfeer te creëren dat we altijd in Waregem hebben, in Zulte Waregem hebben. Die hoop ik morgen hier ook te kunnen keren en die steun gaan we zeker alvast nodig hebben. Het is een goede ploeg. Je kan natuurlijk zeggen, in Rusland staan ze 10 of zoiets, ik weet het niet juist. Maar ik heb al geleerd, nationale competities met Europees voetbal zijn soms niet te vergelijken. En ik kan maar analyseren op basis van wat ik zie. En het is niet toevallig dat die ploeg er met kop en schouder uitsteekt in onze reeks. Nou, ik denk dat je sowieso als je begint aan de wedstrijd van oké, mijn punt heb je genoeg, dan ga je ook zo gaan voetballen. En dat moeten we niet gaan doen. Want, we moeten gewoon ons eigen spel gaan spelen, like dat we al gedaan hebben. En als inderdaad de wedstrijd wat verder zal verlopen en blijft nog altijd 0-0 of zo dergelijke, dan kunnen ze wel wat gaan op inspelen. Maar we moeten gewoon met de instelling starten van oké, het is een wedstrijd zoals een ander een beetje, zal ik maar zeggen. Gewoon proberen voor te gaan. Zij die ook, denk ik, na deze wedstrijd winterstop zullen hebben. Dus het zal vooral op aankomen om heel scherp en fel te starten, want zij zijn toch al wat gekwalificeerd. En ik denk dat wij gewoon ons eigen spel moeten spelen en er vol voor gaan en er ook in geloven. We hebben al het seizoen gestart en we wilden die uitstraling blijven houden dat we verleden jaar opgebouwd hebben. En dan kan je niet spreken in december. Dan mag je ook die pretentie niet hebben om in december, zelfs bij kwalificatie morgenavond, om te zeggen, kijk, dit seizoen is geslaagd. 1, we moeten doorgaan zo ver mogelijk voor de play-offs. 2, we moeten proberen ons zo ver mogelijk te kwalificeren voor de beker van België. En 3, als deze opdracht gedaan is morgenavond, moeten we ons richten op Europees vlak op de volgende opdracht. En ik hou niet van, van voldoening. Ik hou van winnen is nog meer honger hebben naar nog meer ambitie, nog meer winnen. Dat is de juiste ingesteldheid dat de groep moet hebben. En we zullen er ook voor zorgen dat we er 100% tegenaan gaan. Oké, als we winnen, moeten we ons focussen op de rest. Maar niet, ik hou niet van uitspraken van dan zit het seizoen erop. Want dan ga je gaan verslappen. En verslappen is een hele slechte raadgever in de sport. Ik denk dat het sowieso voor Zulte Waregem zijn dat ze kunnen overwinteren. Dat iets unieks is. En ik hoop dat we in de toekomst toch heel vaak gaan mogen meemaken. Dat hoop ik ook van harte. Maar ik denk dat we op dit moment toch iets
speciaal zal zijn, weet je wel. Ook al om die groepfase ingekomen zijn, dat vond iedereen ook al iets. En als ze dan nog die zou kunnen overwinteren, zou dat helemaal fantastisch zijn. Maar daar zijn we bij lange nog niet. Daarvoor moeten we eerst morgen nog een hele goede wedstrijd voetballen.